Goedendag en welkom bij een andere aflevering van QTime. Ik heb vandaag een BS er op bezoek. En het is een BS die ik niet eens hoef aan te kondigen, want iedereen kent haar. En ze heeft recent ook weer een nieuw hoogtepunt bereikt in haar leven. En het is de uitgifte van haar boek. Wat is een time. En ik heb het over niemand anders dan Gail Eick. Zo leuk dat je er bent, Kerel. Welkom Odette. in Q-Time. Dank je. En ik weet zeker dat dit gesprek natuurlijk niet lang genoeg gaat duren, want er is zoveel om over te praten. <laughs> maar we moeten praten over je boek, Splinters op mijn pad. Um, uh, ik heb inderdaad in de media kunnen volgen dat je uh, je boek hebt uitgegeven. Dit is het tweede boek. Uh, Tranen voor mijn horizon was jouw eerste boek. Hè? Um, ik weet zeker dat dit altijd de openingsvraag is als je in interviews uh, met mensen zit. Maar wat is eigenlijk voor jou de motivatie geweest om te gaan schrijven, biografisch, over jouw leven? Ja, het is eigenlijk een apart verhaal. Het uh, was niet eens echt de intentie. Ik ga helemaal bij het begin beginnen. Ja? Als klein meisje hield ik van schrijven, dat ja. was altijd al zo. Het was mijn manier van uh, gedichten vooral. Daarin uitte ik me, want zoveel so als ik nu praat, Odette, iedereen kent me met die microfoon. Ja. Zo stil was ik toen. Ja. Ik durfde nooit te praten, ik was altijd bang. Weet je, men noemde me genieperig, omdat ik niet sprak. En al mijn gevoelens uitte ik toen al in gedichten. En ik was er heel erg creatief in en het, daar was ik me ook echt bewust van. Uh, Zo waren er, ik groeide op en schrijven bleef een passie eigenlijk voor mij. Daarom vind ik het eigenlijk tot de dag van vandaag raar dat ik voor de camera ben beland en niet ja. ergens bij een Achter, krant. Ja. voor het script. Ik had me eerder eerlijk gezegd had ik mezelf eerder daar gezien, weet je. Ja. Maar goed, waarschijnlijk uh, heb ik een creatieve gies als ik het nu uh, niet moet Niet waarschijnlijk beteken. hoor, je weet het wel gezegd <laughs> maar worden. Ja, dus um, ik groeide op en ik had zoiets vroeger al van ik ga ooit een boek schrijven. Niet dat het een autobiografisch boek zou worden, maar ik wist... En ik zei het altijd: er zijn twee dingen die ik altijd heb gezegd. Vanaf ik een tienjarig meisje was: Ik zou ooit een boek schrijven en ik zou ooit Suripop winnen. <laughs> Toch? Ik heb het Alle zijn uitgekomen. Ik heb het altijd gezegd en het is uitgekomen. Heel mooi. Ja. De vraag is nu eigenlijk: eigenlijk is het de laatste vraag die komt nu naar voren. Ja. Wat staat nu nog op je bucketlist? Dus, weet je, bij de presentatie van dit boek in Nederland, toen zei ik ook: of Ik weet niet meer of het Clifton was. In ieder geval, bij een van die presentaties ja. heb ik het ook gezegd. Er was een moment van waarbij ik dacht van migado. Maar nu heb ik alles bereikt wat ik al wilde bereiken. Toen je tien was. Maar nu ben je ouder en nu mag je andere doelen stellen. Ja, maar die had ik dus niet gesteld. had nee. nu, kan nu. Maar om even terug te komen op het ja. autobiografisch schrijven, Dat was dus niet de bedoeling. Um, de mensen die het eerste boek kennen. Uh, en uh, mensen die me persoonlijk kennen. Die weten ook wel dat ik best wel wat bagage met me meedraag. Vanaf jong zelf Dingen die ik moest verwerken. En zo kwam ik op een gegeven moment, wat trouwens in het eerste boek uitgebreid beschreven staat, bij een psychiater terecht. Dat was toen dokter Nanan Pandey. Geweldige vrouw. En zij deed hypnotherapie. Maar bij mij schiet niets te werken, omdat ik me niet openstelde. Ik was, ik was bang voor mensen. Wie dan ook. Ik was echt bang. En zij zei toen tegen me, en dat was echt jaren voordat ik in de media stapte, hè. want veel mensen denken dat dit boek, dat, dat boek toen, nee, het was, dat boek was eigenlijk al jaren geleden geschreven. Zij heeft me toen gezegd van, als je niet wilt praten, hoe uit je je dan? Toen zei ik, ik schreef. En toen zei ze, is goed, elke keer als je op een sessie komt, zou je dan wat voor me willen brengen? En ik schreef het echt in boekvorm, omdat ik kon schrijven. Ik, hield, ik heb altijd van schrijven gehouden. Zij schrok, want ik verdeelde het in hoofdstukken. Ik ging gewoon naar sessies met haar met elke dat een, keer... Dat is een lasje verhaal. Ja, je hoeft niet te elke tanken. keer een ander hoofdstuk. Dat ze, en ik kan me dat zo goed herinneren dat ze op een dag zei, ik was nog steeds niet bij de media, ze zei van, maar heb je door dat je je eigen analyses al gemaakt hebt? Ik zei, ik snap het niet. Ze zei: ga lezen wat je allemaal schrijft. Ze zei, je analyseert zelf al die problemen. Je analyseert zelf wat je doorzet. En eigenlijk, heb je er een het, de oplossing heb je eigenlijk voor de hand. Toen zei ze: Je moet er misschien over nadenken om dit boek ooit uit te brengen. Maar daar was ik sowieso niet ready voor. Nee, zeker niet. alles op zijn tijd. Ja, En ja, toen kwam ik bij de media terecht om een lang verhaal kort te maken. En op een gegeven moment, zonder dat ik daar eigenlijk om gevraagd heb, werd ik heel erg bekend, populair, of hoe men het wil noemen. BSR toch, BSR, BS je. Sorry, ja. En <laughs> <laughs> ik weet nog dat ik in 2015 werd ik gevraagd om een speech te houden en ik werd door iemand gevraagd die me kende van vroeger. Dus niet iemand die me van de tv kende. En hij zei, Gil, ik heb je nodig. Want het was zo'n um, meeting voor vrouwen, jongeren vooral. En hij zegt, we hebben een verhaal als van jou nodig. Ja, als ervaringsdeskundige Just. waarschijnlijk. Ja. Toch? Hij zegt van, en ik ken je verhaal. Toen zei ik hem, ik ben niet ready. Weet je, om dat te vertellen. hij zegt, Gil, denk erover na. Ik durfde niet. Nee, maar je kreeg wel al die impulsen. Ja, ik durfde niet. Maar op een gegeven moment heb ik het gedaan en ik schrok. Want toen ik klaar was, was die hele zaal aan het huilen. Ik heb voor het eerst zoveel emotionele mensen bij elkaar gezien en ik dacht: hoe is dood. Maar... <laughs> <laughs> maar dat komt omdat ik mijn verhaal vertelde buiten mezelf om. Weet je, ik probeerde altijd stoer te doen. Dat was altijd hoe ik was. Ik, uh, de buitenkant. Ik was die stoere geel. Ja. Weet je, niemand mocht zien hoeveel ik leed eigenlijk. Een boy, niemand mocht zien. Iedereen leest. Is een ja. Hartstikke contrast. Ja, toen. Ja. Was, dat boek was nog niet uitgekomen. Ja. En eigenlijk die meeting heeft me toen die push gegeven. Die push gegeven van ja. breng dat boek uit. Want je hebt nu toch zoveel mensen die naar je opkijken. Laat ze ook die andere kant zien van wat oh, je de was, realiteit is. waar je zat, en dat je ja. toch jezelf hebt opgewerkt. tot de vrouw die je vandaag bent, ja. weet je en. Toen dacht ik nog, nou, maar moet ik, moet ik doen alsof het over iemand anders gaat? En toen dacht ik, maar nee, als je impact wil maken, moet je ze en laten je, zien dat het jou zelf gaat. Ja, en er waren momenten, vooral in het eerste boek, waar ik ook hard tegenover me was, Want ook ik heb sommige dingen gedaan. Wow. Ik ben soms echt in zeven sloten tegelijk gelopen. En het is gewoon ook omdat ik overmoedig was. Weet je, of ik wilde dingen bereiken. <laughs> en dan... Of voor mezelf oplossen, terwijl dat niet de weg was. Weet je? Dus je moet keihard en eerlijk zijn. Ja. Wat zijn de foto's die je hebt gemaakt? Hoe ben je eroverheen gekomen? Maar ik kan me voorstellen, het boek als je het zo beschrijft, het boek is gewoon therapeutisch geweest. Ja, ja. best wel. Dat eerste boek sowieso. Ja. Heeft het succes van het eerste boek je gedreven om het tweede boek te schrijven? Eerlijk gezegd niet. Ik heb iets moeilijks zelf, is natuurlijk surrepo. Ik hoorde je ze dat zeggen tussen uh, de regels door zijn van ons. Ik zie die gedichten, Suripop. Ik zie die gedichten. <laughs> ik maar dat heb ik ook weer. Ik zei: Ik wil de Suripop ooit winnen. I won. Wat is er nog meer dan dat? <laughs> en als, je, als ik niet meer dan dat kan berekenen dan vind ik: laat iemand anders. Die kans ja. kregen om ook dat punt te bereiken dat ik heb bereikt. Want het is een prachtig moment. Niemand kan dat meer van me afpakken. Klap. Nobody, toch? Het is mijn moment geweest. Ja. En ik gun dat moment aan elke andere persoon. Ja. Dus die uitdaging daar is voor mij eruit. Zo was die uitdaging bij tranen voor mijn horizon, ja. eerlijk gezegd. Niet schrijven op zich, want schrijven zou altijd een deel van me zijn, denk ik. Omdat je merkt het ook, ook op Facebook. Uit ik me meer in schrijven gedichten. En ik merk dat ik mensen raak op de een of andere manier. Soms vraag ik mezelf af. Hoe? Maar wat, wat raakt die mensen? Ik zelf kan het niet vatten. Weet je? Maar ik merk het steeds aan de reacties. En nee. Uh, het succes was dus zeker niet uh, wat me gedreven heeft naar dit boek. Wat dan wel? Dit was een ingeving. Het is. Het kwam echt. Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen, maar het is dan wel de spirituele kant, die ook heel erg sterk naar voren komt in dit boek. Het is, ik was echt in een dal op een gegeven moment, vorig jaar. 2022, 2023 had ik nooit gedacht dat ik het zou beëindigen met een nieuw boek. Het was geen voornemen, het was geen plan. Weet je, het was, ik weet dat ik ergens in oktober reed. En plotseling kreeg ik echt de ingeving van waarom ga je niet weer schrijven? En toen dacht ik, ik ging een discussie met die stemmen over, maar waarom? Ik heb geen zin, ik heb helemaal geen zin meer in niets, ik wil niets meer doen. Het enige wat ik wil doen is naar mijn werk gaan omdat het moet. En dan moet ik naar huis en dan ga ik slapen, ik wil niemand zien. Dat was wat ik, ik dacht. Maar dat ding bleef, mij. je moet gaan schrijven. Ja, Dus de therapeutische werking van het eerste boek heeft op een of andere manier toch wel iets getriggerd, omdat je dat nodig had om uit het daal te komen. Ja. En waarschijnlijk is dat het stemmetje geweest die je nodig had. Om te zeggen, hé, hey, ga schrijven. Volg de tweede therapeutische pad. En dat ja. is het resultaat. Kan. Je kan het zo zien. Ik, ik, ik sta, sta nu op een ander pad. Mm -hmm. Ik geloof dat ik die opdracht heb gehad van God. Tuurlijk. Om dit te ja. doen. Dat geloof Logisch, ik sterk. Ja. omdat ja, je stem. Ik had echt geen zin ja. erin. Ik wilde niet. Maar dit boek is binnen een maand geschreven. Echt binnen een maand, ja. letterlijk. Uh, en toen op een gegeven moment dacht ik dat ik klaar was. En ik, in mijn hoofd was ik, ja, ik ben klaar. Maar er gebeurde verder niets. Ik lag daar, het boek is klaar. En toen gebeurde er dat ongeluk bij die rally. En op een gegeven moment speelde er een heleboel maar dat zei je, achterna het boek moeten lezen. Ja, natuurlijk. Ja, ik en op een gegeven moment. Uh, precies op dezelfde plek waar ik toen hoorde van je moet gaan schrijven. En, je bent nog niet klaar, dat je moet dit ook nog hard bijschrijven. Ik zei, nee, het boek is af. Ik ga niet meer schrijven. Ah. Het verhaal is niet af. Ja, ik zeg het bent en het rare is, toen kwam ik op een gegeven moment bij uh, mijn geestelijke leider terecht voor een gesprek. Vanwege de hele situatie waarin ik zat. En ik loop naar buiten, dat is echt diezelfde dag. En terwijl ik naar buiten loop, zegt hij, Hé, dit moet je nog in haar boek schrijven. Dus ik kijk en ik denk: Ik zeg het goed. Komt geen dat Ik zeg het goed. Ik zal het erbij schrijven. Maar er is een reden waarom het erbij is. Ja. Want als ik zo naar je heb geluisterd, is een van de belangrijke redenen waarom je schreef om je verhaal te delen, uh, is om eigenlijk ook een helpende hand naar andere mensen Lop. toe te reiken. Om te zeggen van hey, motivatie. Ja, ook als het je aan dal, je kan eruit komen. Maar ook gewoon kijk wat ik allemaal heb meegemaakt. En waarschijnlijk heb jij het ook meegemaakt. En dit is de manier waarop je ermee omgaat of eruit kan komen, of waar je hulp kan vinden, ja. of hoe je anders kan, kan, kan worden. Ja, hoe je precies het kan doen, inderdaad. Je hebt kennis gemaakt met een, uh, die stem van daarboven, zoals je dat zelf noemt, dat is jouw leiding. Ja. En daarmee prikkel je natuurlijk ook anderen om uh, naar hun vorm van uh, handvaten, of handvatten, is het ja. eigenlijk het woord. Uh, en ook naar hun leiding te kijken. Klopt. hoe zij, of hun situatie. Dat zijn trouwens ook de reacties die ik tot nu heb ja. gekregen, raar genoeg. En ik heb het niet gelezen, maar ik kan me er wel wat uh, mee voorstellen. Tranen voor mijn horizon. Uh, ik vind dat eigenlijk best een poëtische naam. Daar zouden we natuurlijk verder over praten. Want we praten niet over boek 1, we praten over boek 2. Dus Splinters op mijn pad. Eigenlijk is het beeldspraak, maar toch heel erg duidelijk. Heel erg duidelijk. Eigenlijk is het: dit zijn de obstakels. Dit is de weg van het leven. En die ja. gaat ze altijd tegenkomen. Hoe ga je uh, met ze om? Om ze heen, over ze heen, onder ze door. En ga zo maar door. Um, heb je al de hoofdstukken verzameld voor boek 3? <laughs> nee, nog niet. Nog ik niet. geloof je bijna niet. <laughs> nog niet. Weet je ik zei, ik heb al een heleboel reacties van dit boek gehad. Vreselijk veel. En allemaal zei eigenlijk, het aparte is, ik dacht dat boek 1 heftig was. Persoonlijk hè, dacht ik, dat is het heftigste boek dat ik ooit heb geschreven. Dit is half niet zo heftig, volgens mij. Maar iedereen zegt, ze vinden dit boek heftiger. Ja. Veel heftiger. En, weet je, de manier hoe ik... ik uh, vrienden van mij, hun eerste reactie was... Je bent wel heel erg openlijk in dit boek geweest. Veel open, veel openlijker het dan in dat eerste boek. In dat eerste boek heb ik veel verteld, maar toch gedekt, je houdt rekening. Het leek alsof dit boek is geschreven. En heel eerlijk, ik heb het eergisteren teruggelezen en ik ja. schrok. Maar het zijn fases van het leven. Je zat toen in een andere fase. En ja. toen was je nog waarschijnlijk in een fase waarin je vond dat je rekening moest houden met mensen. Nu ben je ouder, reper, meer geleerd. En je bent verder ja. op het pad. Klopt. Waardoor je zegt... I nu zijn nee, we in een fase en alles beetje lekker liefde, eet, maar ja, lustig of nog 50 plus. Let's go. You like it? Hit the road. Je bekijkt het is dus je ja. zaak, het is mee, mee verhalen en mee boodschap. En hier is natuurlijk ook wel daar mee te maken. Maar nogmaals, jouw verhaal is niet ten einde, Je bent er nog. Ja, ik en, ben er nog ook nog benen, een detail. Ja. ja, inderdaad, precies. Um, en ik weet zeker dat er behalve deze boeken nog veel meer is dat je mensen zo kunnen leren. Dus. Gefeliciteerd met well. je boek alvast, nummer twee. Uh, maar met een passie als die van jou en de reacties van de mensen om je heen op de uitgifte van je tweede boek, dan denk ik dat je sowieso daar wel over moet nadenken. Dus als dat nog niet gezegd is tegen jou, laat het alvast de opinie zijn voor. Men door. zegt er, maar, men zegt ook, het uh, volgende boek zou niet he? zoveel drama moeten hebben. Ja. Want bij de eerste boek is het een vol met drama. Gale, dan moet je niet zoveel drama in je leven meemaken. <laughs> dus de boodschap boek. is, happy things, oké? Okay? <laughs> Kunnen we nu de happy era ja, ingaan? happy things. Zie je zo wat ik vrolijk Ja, precies. Laten we die era nu ingaan en um, uh, dat je thème. inderdaad zegt, oké, okay, is ja. dus goed. Dat is aan het einde van... Nou, het verhaal is er altijd een happy end. Misschien niet altijd, maar uh, it, the good goes with the bad. Het houdt elkaar in balans, dus dat moet ook gedeeld yeah. worden. In ieder geval, uh, ik zou zeggen gefeliciteerd. Thank het is love. net nieuw, echt vers van de pers. Um, dus dat we zeggen, het natraject van de reacties en alles wat hieruit gaat volgen, dat, dat komt nog. Soak het up, neem het mee, want dat geeft je energie, dat geeft je voeding. Ja. En uh, dat zou ongetwijfeld ook een onderdeel zijn van het uh, therapeutische van de reden waarom deze twee boeken moesten komen. Ik ben heel erg blij uh, dat je je verhaal met ons hebt uh, gedeeld, Gil. Um, dit boek: waar kunnen we hem vinden? Voorlopig is dit boek. Alleen mij mee, mee te krijgen. Okay. Of bij zo'n TV, mijn werkplek. Ja, Dat is, mag ik, ik mag er klaar mee maken. Ja, ja, ja. Ja, ga ja. Van Toegereus, straat 112. Of je mag ja. mij persoonlijk contacten. Mijn nummer is ja. weg, volgens mij allemaal bekend. <laughs> Iedereen Weet je bekend. je de mensen kunnen me appen ja, of okay. op Facebook benaderen. En dan kun je het zelf mee meekrijgen. Ja. Dus. Ja, inderdaad. Luister, het is niet aan een ieder gegeven om twee boeken over zichzelf te schrijven en een autobiografisch. Zeker in een kleine gemeenschap als Suriname zal dat zeker weten voor wat deining zorgen. En zeker ook als je praat over een persoonlijkheid als Gail Eyck. Uh, ik vind het enorm gedurfd dat je dit hebt gedaan, maar ik denk dat we als Surinamers voorbeeld aan hier mogen nemen. Dat we wat meer open met elkaar mogen zijn, zodat we elkaar niet in een sluier van uh, geheimzinnigheid en... Uh, Um, achter elkaar uh, ruggeroddel om gewoon het ja. opener en eerlijker met elkaar kunnen zijn. En dat we dan elkaar heel veel verliefd besparen. Ja. Ik heb het niet gelezen, maar dat is wel wat ik voel om te zeggen op dit moment. Heel, is, uh, hartelijk bedankt. Gefeliciteerd met je tweede boek. En succes met anything dat je vanuit hier gaat. Uh, Gaat verzetten, Heel hartelijk bedankt. Kader. Ik vond het eer om hier te zijn. <laughs> Graag gedaan. Ook U bedankt voor het kijken. Splinters op mijn pad, het tweede boek van Gil Eck. Autobiografisch, maar natuurlijk is er verhaal nog niet af. Dus ik zou zeggen. Maak u van de gelegenheid gebruik om haar beter te leren kennen. Want wat u op de televisie ziet is natuurlijk alleen maar de buitenkant. De achterkant, daar zit natuurlijk veel meer in, zoals bij ieder individu. We hebben allemaal een verhaal te vertellen. En hopelijk kan dit u, motive u motiveren om ook die van u op de een of andere manier te vertellen of te delen met anderen. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van QTime. Tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.